Ja, misschien dat ik daarom... Oh, en auw, dit is wel een pijnlijke matchup onmiddellijk voor mee. Ja, we zien dat de Freeze Mage gecued wordt in de control barrier. Zal Mate direct de concede button indrukken of gaat hij het toch proberen? Het is super moeilijk, want Mate geeft de coin niet. En coin is super valuable als je die Antonidas hebt. Ja, eigenlijk de enige manier hoe je deze matchup kunt winnen is inderdaad met de Emperor Tarzan, de Antonidas met meerdere spells en de Alexstrasza. In ieder geval één part heeft hij ervan. Hij heeft de Archmage Antonidas zo in de hand. En ja, de inderdaad. Face. Je hebt echt een goede Emperor Tarzan turn nodig, waarbij je de Ice Lances, de Frostbolts, discount om zo superveel fireballs te genereren. Ja, soms wat je ook nog wel eens vaak ziet gebeuren is inderdaad de Archmage Antonidas met de Frostnova en de Ice Lance op de face, zodat de warrior moeilijke mogelijkheid heeft om de Antonidas te damagen en te executen. Maar we zien wel dat Einwas een soort van last resort heeft in zijn hand, in Deathwing, niet te min. Ja. Dat is wel behoorlijk. Unieke kaarten, zeker om in een tournament te brengen. Ja, precies. Zou Engels weten dat Mate Freeze Mage speelt? Ze zitten beide in hetzelfde team. Ik denk het eigenlijk niet, want Eindbaas hield namelijk niet de Justicar in zijn mulligan. Ja, uiteraard. En als hij had geweten dat hij Freeze Mage had gespeeld, had hij waarschijnlijk wel de Justicar gehouden. Als je eenmaal Justicar speelt tegen Freeze Mage, is het eigenlijk wel gelijk game over. Even kijken wat er gebeurt. En Mate heeft al wat combo. Hij heeft natuurlijk de Archmage Antonidas en de Ice Lance al. Alleen de Emperor Tarzan. Ik kan hier niet onmiddellijk iets spelen, dus ik denk dat het gewoon een ping pass zal worden. Ja, dat denk ik inderdaad wel. Hij heeft natuurlijk weinig Kara. Hij mist hier de Arcane Intellect en de Loot Hoarders en eventueel nog de tweede Acolyte of Pain. Extra armor is altijd nice. Ja, Einbaas is gewoon eigenlijk rustig aan het afwachten. Ja, hij zal waarschijnlijk elke beurt rustig gaan armor uppen. En uiteindelijk die game winnen, omdat Mate damage tekort komt om door die armor heen te burnen. Maar vroeger was het super one-sided, maar sinds Emperor Tarzan is het toch wel iets meer winnable geworden. Het is geen 100% winrate meer voor de Control Warrior. Nee, inderdaad. Ik heb in de Team League, die Piggy Team League, had ik nog verloren van Freeze Mage als Control Warrior. Ja, hij had inderdaad die Emperor Tarzan met de Archmage Antonidas met dubbel Ice Lance en ik had geen manier om de Antonidas te killen. Ja, dan kon hij lekker die fireballs blijven schieten op mijn armor. En dat was snel game over daarna. Tweede Ice Lance pick-up, zeg niet mis als jij die Emperor Tarzan krijgt, man. Nee, inderdaad. Die moet natuurlijk wel komen. Ja, wat hij hier ook gewoon kan doen is inderdaad gewoon de face fireballen. En daarna de ping. Gewoon de armor weghalen. Je moet uiteindelijk toch door die armor heen. En hij heeft eigenlijk geen andere play deze turn. Dus even kijken hoor wat Mate hier gaat beslissen. Wat vond jij trouwens van de play van Einbaas? Vond je dat oké? Om gewoon de shield mana te developen? Of speel je liever gewoon armor up en pass ieder turn? Of armor up, shield block? Ik denk dat het de correcte play is. Want hij heeft namelijk geen... trouwens heeft hij shield slammen. Hij heeft wel shield slammen. Ik dacht, het is natuurlijk wel de turn 6 voor Mage. Dus hij contest hier wel mee de Emperor Tarzan. Ik denk dat zijn gedachte was. Pinkt ook de shield mede. Ja, om zo'n flamestrike setup te maken. Maar op zich heeft Einbaas nog niet zo superveel armor. Hij heeft... Ja, één armor. Dat is niet veel, nee. Nee, maar usually rond deze turn heeft de controlwaarder toch al een armor of 12. Ja, zeker. Ja, natuurlijk heeft Mate al wel de fireball verspeeld aan de armor. Maar ja, je ziet Einbaas heeft de tweede shield maiden gepakt vorige beurt. Dus dat is alweer 5 extra armor. En natuurlijk met vorige beurt de shield block. Is gewoon 10 armor in 2 beurten. En natuurlijk de Hero Power is dus 14 armor in 2 beurten. Zolang die Justicar niet komt, kan het wel nog mogelijk zijn dat Mate deze game kan winnen. Precies. Ja, ik vind het toch apart dat Einbaas niet weet wat Mate speelt. Ze zijn natuurlijk teamgenoten, zitten ook nog eens naast elkaar. Zitten ze letterlijk naast elkaar? Nee, ze zitten tegenover elkaar. Ja, met de ruggen naar elkaar toe. Dus ja, het zou Hopelijk wordt het niet gesniped, want het zou wel eens verleidelijk kunnen zijn tijdens andere matchen dan deze. Gewoon stiekem lekker naar achter kijken en de stream op de achtergrond. Dubbele stream snipe en het zou fantastisch zijn. Eens even kijken. Wel een techie deck van Einbaas. Garrison, Deathwing, Revenge. Het zijn toch wel best unieke kaarten in Control Warrior. Ja, het kan zijn dat hij misschien de Rhino Warrior speelt. Double Shield Slam. Double Shield Slam, ja. Okay.
Oké, nou, dat was weer een goed verhaal van Pim. Hij dacht dat de Rhino Warrior gespeeld werd. Ja, en daar was de dubbele kaart. Het was ook meteen weer ontkracht. Want er zit ook dubbel Shieldman in. Dus dan kan het zeker niet zijn. Gaat goed dit. Mate zit wel in een moeilijke spot. Hij heeft geen card draw. En hij heeft eigenlijk twee freezes in zijn hand waar hij helemaal niks aan heeft tegen de Warrior. Met zijn is dus een vorm van card draw, I guess. It developed gewoon een secret. Ja, Mate heeft natuurlijk de ice block al op. En ja, hij gaat nu natuurlijk de ice... Oh, en daar is de ice barrier pick-up. Dit is eigenlijk wel een super goede play van Amos. Door de Mad Scientist niet te killen met de arcs, ja. Maar nu laat hij Mate inderdaad de ice barrier draaien. Een beetje een dode kaart is voor Mate. Precies. Ik denk dat Mate hier wel moet traden met zijn... met zijn scientist, zodat hij inderdaad minder kans heeft om die ice barrier te pakken. En hij heeft natuurlijk een kaart minder in zijn deck, waardoor hij ook meer kans heeft op de kaarten die hij nodig heeft. Inderdaad de Arcane Intellex, de Emperor Thorsen en dat soort kaarten. Wees je hier een shield staan? Dus... Ja, ik denk het wel. Je hebt nog de tweede in hand en je hebt ook nog eventueel de Brawl. Je wil natuurlijk niet dat je minions kapot gaan. Als hij de Frost Nova Doomsayer speelt, dan weet je eigenlijk dat hij weinig andere voordeel heeft. Ook al heeft Mate nu wel in zijn hand. Maar dat weet Eindbaas natuurlijk niet. Ik ben heel benieuwd wat Mate de volgende beurt gaat doen. Hij kan waarschijnlijk gewoon Flamestrike pingen. Okay. En daarna met Scientist kan hij de 1-2 killen. En dan heeft hij alsnog support clear waar hij op zit te wachten. What now? Een shieldman hier zou wel oké zijn. Ja, inderdaad. Of zelfs gewoon Armorsmith armor. Dat is oké, want als je dan een board wipe gebruikt, dan is dat terug een extra 3 armor. En ja, uiteindelijk is het niet zo belangrijk wat je op het board hebt. Het is belangrijk dat je out of reach bent van die shieldman. Ja, wat je hier ook even voor ons zou kunnen doen is gewoon armor up, de Deathbite spelen. De face aanvallen. Ik vind dit niet zo'n sterke play van Eindbaas. Ik denk dat hij een beetje in paniek raakte omdat de rope op het einde kwam. Hij heeft inderdaad eigenlijk niets gedaan deze turn. Hij heeft alleen gearmorupt en geshieldslamd. Terwijl hij gewoon de Deathbite op face had kunnen schieten. De Whirlwind de beurt erna had kunnen hebben met de Armorsmith en 3-4 minions op het veld. Dan had hij ongeveer 20 armor erbij kunnen krijgen met de shield mede. Dus ik denk dat hij een beetje in paniek raakte omdat de rope bij de end turn in de buurt kwam. We zien wel de Alexstrasza in hem van Mate. Ik denk dat die gewoon zal neerkomen deze turn. Ja, ik denk en de PGH dat ik dan. Dat is pijnlijk. Ja, dat is een pijnlijke. Zeer pijnlijk. Ja, alhoewel het vrijwel nooit gebeurt dat de Alexstrasza een hit tegen de control waar je krijgt met maar de dubbel. Iedere hit die je krijgt, of iedere kans die je krijgt om een beetje armen te checken. Ja. En dit is eigenlijk een hele fantastische kaart. Hij mist alleen nog de Emperor om eventueel de comeback te kunnen maken. Hij heeft natuurlijk de drie cruciale spels in zijn hand met de Antonidas. Dus laten we kijken of Mate snel die Emperor kan draaien. Waarschijnlijk zien we de Deathbite setup om zo super veel army te creëren met de army. Ja, dit had hij natuurlijk al 1 of 2 beurten eerder kunnen doen. Maar misschien maakt het niet super veel uit. Nee, dit is natuurlijk ook een matchup die 69% van de keren wint. Het maakt ook niet zo heel veel uit hoe je het speelt. Het is gewoon armor up tot de meeste in de team raakt en geen damage meer over heeft. En toch weer 1 armor bij Eindbaas eraf. Ja, en dit is game over. Daar komt er nog een extra 6 armor. Ja, en het mooie van die Justicar is natuurlijk dat hij eerst armor up kan doen, Justicar kan spelen en dan nog een keer armor up. Ah, dat is echt sick eigenlijk. Ja, dat is 6 armor en daarna iedere beurt komt die extra armor erbij. En Eindbaas zit te twijfelen om zijn armorsmith hier te spelen. En dat verbaast me toch wel een beetje. Dus... Wacht, creëert hij niet gewoon... Nu creëert hij toch evenveel armor als jij zou van eerst armor up spelen? Justicar? Mate geeft ook inderdaad meteen op, zoals we al zeiden, de Justicar is eigenlijk vrijwel meteen game tegen de Freeze Mage en Mate realiseert zich dat. Dus die heeft meteen opgegeven. Ja, eerste game voor Mate. Of eerste game voor Eindbaas natuurlijk wel iets wat te verwachten, want Freeze Mage versus Control Warrior, niet zo super goede matchup. Maar Freeze Mage lijkt me wel een goede pick, maar gevaarlijk in Conquest toch? Super gevaarlijk in Conquest.
Ja, want als je opponent zo echt defensive decks brengt, dan kan het wel eens zijn dat die freeze match tankt. Ja, inderdaad. Ja, ik ben ook inderdaad uitgeschakeld door 2 keer te verliezen met Freeze Mage. Okay. Inderdaad, tegen de Druid op beurt 3, Dr. Boom. Ja, sowieso is Druid tegen Freeze Mage niet echt super. Nee, dat is meestal ook wel een aardig vervelende matchup. Er zijn veel grote beesten die, waar je niet van af kan komen. Ja, en we weten natuurlijk hun line-ups niet. Ik kan wel heel even gaan vragen wat nou de line-ups zijn. Zodat we wat meer informatie aan onze kijkers kunnen geven. Even kijken, waar staat Eindbaas? Eindbaas is offline, zie ik. Ik denk dat die gedisconnect is. Oh. En Mate is ook offline. En Mate is ook offline. Ik denk dat er even wat problemen is met het netwerk dan. Want... ja, ze zijn inderdaad allebei offline. Mate is offline en Eindbaas is ook offline. Ik denk dat de game van hun gebugd is. Ja, dit gebeurt... zo af en toe... zeker op een LAN-event. Ja, waar het netwerk wat minder stabiel is als thuis. Zit hier net wat meer mensen. Of je moet een heleboel broers en zussen hebben, maar... Ah, oké, ze zijn terug online nu. Soms gebeurt het wel niet. Wel eens. Maar tot nu toe heb ik nog niemand geweten die gedisconnect is tijdens zijn match. Wel na de match of voor de match? Nee, tijdens Hearthstone heb ik dat inderdaad niet meegemaakt. Ik heb de jongen die naast mij zat, die had het wel met FIFA. Ah, oké. Okay, dus ja, die stond 2-0 wel... achter en toen disconnecte die. Maar vroeger met Hearthstone was de client toch een heel stuk slechter dan... Ja, klopt dan het nu is. Ja, eigenlijk heb ik nooit meer last van disconnects. Ja, dus... het gebeurt overal. En helemaal op zo'n event als dit. Veel mensen op het netwerk, kan altijd wat gebeuren. En volgens mij, zijn ze weer in game? Ja, ze zijn weer in game. Ah, helemaal en, fantastisch. Ik ben het verkeerde als eerst gaan spectaten. Excuses. Zo. Ik zal er weer uitgaan en de goede. Even kijken. Nou, we spelen inderdaad Meet tegen Eindbaas. En volgens mij, als ik heel even bij mijn buurman op de computer kijk, spelen we Warlock tegen Mage. Ja, en ik kan je al vertellen over terug de Freeze Mages. En de Reno Lock, de combo Reno Lock, lijkt aan mij van Eindbaas. En wat vind jij van deze matchup? Ik vind het sowieso Freeze Mage favorite. Zeker als hij de combo, als hij de Leroy Faceless runt. Want dan heb je één soort van heal minder. De Directus heal valt weg. Ja, precies. En ik denk ook dat dit favorite is voor Freeze Mage. Helemaal ook omdat de Warlock al vaak op een laag HP staat en je de Alexstrasza niet nodig hebt. En dus je Alexstrasza kan gebruiken voor het geval dat de Warlock Rhino speelt en je hem meteen terug kan zetten op 15 HP. Ik denk wel dat Freeze Mage deze matchup wel kan verliezen, maar dan eerder tegen zichzelf. Als je zo gewoon super dead draw to your secrets in hand en... en een blizzard of iets. Ja, precies. Ja, ik denk ook dat je als Rhino een hele goede curve moet hebben. Grote minions waar de mage eigenlijk geen antwoord op heeft. Dus geen frost, geen freezes, geen doomsayers, dat soort dingen. Ja, en als je kijkt naar de hand van Mate, heeft hij eigenlijk alles al in hand. Hij heeft de blizzard, hij heeft de frostnova doomsayer. Hij heeft de card van met de acolyte en de loot order. En hij heeft natuurlijk al de burn in zijn hand met de pyro. En dat geeft ook wel al de kaarten die hij wil tegen freeze mage. Hij heeft Lotep, heeft Bran Healbot en heeft Reno Jackson. Dus als Mate ergens een foutje maakt bij het burnen van zijn opponent, dan kan Eindbaas daar wel misbruik van maken. Ja, inderdaad. Als je naar zijn hand goed kijkt, is het inderdaad best wel een goede hand voor Eindbaas. Want hij kan inderdaad, hij heeft een antwoord op alle burn in het begin. En hij heeft een antwoord als hij na de Rhino gealexstrazet wordt met de Bran Healbot. Wat ook inderdaad gewoon voor 16 nieuw en gewoon weer terug op 30 HP brengt naar de Alex. Mijn speelt deze matchup wel. Hij wil zoveel mogelijk damage early game pushen, zeker met minions. En Dus nu is er al 10 HP gewoon bijna, of 9 HP weg van Eindbaas. Vanwege gewoon minions die damage doen en de Pink Face in de tap. Zie ik nou hier een Sylvanas voor 0? Nee, nog altijd 6 mana. Kleine spectator bug zijn. Ja, ik heb geen Sylvanas op boord. Oké, misschien even Lieve terugjoinen? Ik denk dat Skamas in onze channel gekomen is. Ja, ik ga heel even uit de channel en ik ga kijken of ik weer terug kan komen met de Sylvanas op het bord. Wat natuurlijk wel een essentiële kaart is tijdens het spelen.
Het zou toch wel mooi zijn als je inderdaad gewoon een keer kan zeggen van, nou, doe deze kaart maar even niet. Die mysterious challenger liever niet. Nee. Who am I? Goodbye. Het zou toch fantastisch zijn, hè, dat je inderdaad gewoon de mysterious challenger kan zeggen van, blijf jij maar een dagje thuis vandaag. En Mate is aan het twijfelen of jij de Sylvanas laat leven, want je hebt natuurlijk de Doomsday in hand en je kan je enemy forcen om die Doomsday te stelen. Wat een volledige boardwipe is dan voor Ja, precies. Dat is inderdaad super slim gespeeld van Mate. Ik denk dat hij ook die Sylvanas gewoon lekker op 1 HP laat. Ja, waarom niet? En wacht tot de eindbaas een lekker bordje neerlegt en dan gewoon Doomsday ping. En dan is dat terug een volledige board clear. Ja, precies. En dan kan eindbaas zijn spullen pakken. Eens even kijken. Nou, hij valt hier aan op de ijsberg. 8 extra HP voor Mate. En er gaat natuurlijk ook weer 5 vanaf. Dus ja, dat is 3 levenspunten erbij voor Mate. En we zien dat eindbaas ook de Arcane Golem versie speelt. Veel mensen spelen de Leeroy versie met Faceless. Ja, ik vind die toch een stuk sterker, want... De Leeroy? Ja, zeker. Omdat je hoeft eigenlijk maar 1 combo part te amperen om het te kunnen spelen op beurt 10. En het is toch een 4 damage extra. Maar wat vaak het verschil maakt. Ja, precies. Want mensen die zijn, als ze rond de 15, 16 komen, toch wat... meer op hun hoede dan als ze op 20 staan. Ja. En helemaal met Dark Petal, als je ook nog eens een tweede power over hem kan krijgen, of een extra Soulfire, Dark Bomb, dat soort kaarten, ja, kan je hem echt van 20 tot 25 damage in één keer naar beneden bursten. Dat is wel sick. En helemaal in de mirror is Dus dat is gewoon om de ping te gebruiken. Ja, wel, hij heeft natuurlijk die Frost Nova van die Blizzard om Doomsday mee te combo. Ja, precies. Maar hij besloot hem gewoon op het veld te gooien. Oké. Ja, het is natuurlijk wel een tempo play. Het absorbt 7 damage. En het is voor eindbaas ook niet echt worth it om hier nou echt een groot spel op te wasten. Want het is maar 1 minion. Ja. Misschien dat ze gewoon de Shredder spelen. Kijken wat Red Shredder komt. Ja, precies. Je krijgt inderdaad gewoon 2 minions ervoor terug. Je krijgt natuurlijk de Death Rattle van de Sludge Belcher en de kaart van de Pirate Shredder. Het probleem ook met zijn hand, het is super goed, maar het is super reactive. Ja, zo, die Bran, Anti-Killbot, kan je pas gebruiken na een Alexazel turn of na een Burn turn. Hetzelfde met Reno Jackson. Hetzelfde met Low Tap. Moet je een board voor hebben om... Ja, het is inderdaad wel heel erg reactive. Ja, en, misschien zelfs een... Siphon Soul hier gebruiken is de... Ja, is echt nergens voor nodig. Nee. Ik denk dat je hier gewoon... toch gewoon die Shredder speelt voor die extra minion. Oké. Wow, hij gaat hier gewoon Shadow Flame. Ja, op zich is dat niet eens zo heel slecht, want je hebt eigenlijk verder geen Shadow Flame targets in de deck. Nee, en zo is er ook terug een kaart weg uit je hand, want hij struggled met het feit dat hij niet kan tappen. Ja, precies. En daar is natuurlijk de Arcane Intellect. En ik zie weer een Blizzard voor 0 mana in de hand van Mate. In de kleur van een Warlock kaart. Wow. Dus de Warlock heeft nu ook Blizzard voor 0 mana. Nice. Dus dat is met rework. Ja. Met het nieuwe format komen dit is nu wild dan. Ja. Soms is een kaart voor 0 mana. Very wild. Ja. Zo heet die format ook. Hè, inderdaad. Je mag alles spelen en er komen een paar trollkaarten tussendoor. Ja, het zou perfect in het plaatje van Hearthstone passen. Oké, laten we kijken. Het is Mate's beurt. Hij heeft nog 5 mana over. En hij heeft niet heel erg een directe play. Hij heeft wel een hoop damage in zijn hand. Ja, hij heeft echt wel. Hij heeft natuurlijk de Blobmage in zijn hand. Met Fireball, Crossbolt, Iceland. Dus dat is 7, 13 plus 3. 16 damage en de ping. 17 damage. Dus eigenlijk, hij is gewoon 4 damage op Lethal. Dus nog 2 keer tappen. Ja. Het zit erop. Maar je moet het wel natuurlijk over 2 turns zien. Ja, dat is zeker waar. Aan 1 turn heeft de eindbaas genoeg om een volledige kant op te doen. Een volledige kant op blijven. Wat op zich wel een hele goede. En hij gaat voor de low attack. Ik denk dat het wel oké is. Ik weet niet of dit correct is. Omdat het is beurt 9. Dus wat speel je anders? Je moet je opponent toch ergens pressuren. Ja, dat is zeker waar. Wacht, hij heeft meer een full hand. 2, 4, 6. Oh ja, hij heeft een full hand. Dan is het wel. Oké. Ik denk dat je hier gewoon de Blobmage. Ja, maar dan gaat hij ook. Ik denk dat je de Blobmage spaart voor burst. Of niet? Je bent weer gewoon een Frost Nova. Ja, je kan hier inderdaad gewoon je Frost Nova neergooien. Je hebt natuurlijk nog de extra freeze met de Blizzard.
Dus het is ook niet zo dat je meteen out of the freezes bent. Gewoon Frost Nova en ping eventueel op de load tab. Ja, precies. Ik denk dat dat de beste play is. Mate is echt wel op zoek naar Emperor. Gewoon één Emperor en deze game is volledig in Mate zijn favor. Ja, dat als hij Emperor krijgt, dan kan hij en de Pyroblast en de Frostbolt en de Ice Lance op één turn spelen. Ja, en dat right. is 17 damage. Dat is ja, sick dat veel damage. Ontzettend veel. Dus laten we kijken of Mate daarin gaat. We hadden natuurlijk vorige game ook geen Emperor. Hij is nu al 40 kaarten gepakt zonder Emperor. Oh ja, maar ja, een Mate beslist hetzelfde inderdaad. Ja. Gewoon de Frost Nova. Hij kan ook niet anders, denk ik. Nee. Ja, en Eindbaas moet zich toch wel een beetje zorgen gaan maken dat hij misschien niet al bijna dood is. Wel, je hebt nog altijd geen Emperor gezien, dus op zich ben je relatief safe, toch? Ja, klopt. Wat killt hem hier? De Fireball, Frostbolt, Ice Lance met Blobmate. Dus eigenlijk, als de Mate hier de... Want dat is 12 mannen. Dat is 6, 7, 8, 19. Fireball, Bloodmage, oké. Okay. Ja. Excuseer, dacht dat je zei Fireball. Op zich is het wel goed om hier, denk ik, gewoon Fireball op de face te doen. Of gewoon Pyroblast face. Om zo een heal te bijten? Sorry? Om zo een heal te bijten? Ja, precies. Van Eindbaas? Okay. Want Mate, die kan er misschien wel vanuit gaan dat er één heal is. Maar hij weet natuurlijk niet dat Eindbaas allebei de grote heals in zijn hand heeft. Ik denk dat je wel moet een ervaren freeze match speler zijn om deze matchup goed aan te pakken. Ja, inderdaad. Het is ontzettend. Het lijkt me niet echt de eenvoudigste matchup. Het is niet zoals tegen Control waar, of tegen Agro, waar je enigste doel is om te overleven en dan uiteindelijk. En hopen dat je het bord kan pakken. Ja, een lead tot de setup en een turn of twee. Ja, ik kies er toch voor om de Blizzard te gaan spelen. Of heb ik dat mis? Nee. Flamestrike zou super goed zijn, maar... Nee, die heeft hij niet in zijn hand op het moment, dat is wel jammer. Ik denk wel dat je hier de Blizzard gebruikt. Ja. Ja, als hij hier toch Emperor zou hebben, dan zou hij echt een ontzettende burst hebben. Dan zou hij met een Blobmage dubbel Fireball. Op zich staat hij onder geen pressure, want hij is nog altijd op 33 HP. Dus... Ja, inderdaad. Oh. Nog een beetje extra heal voor Eindbaas. Wat is het? De Earthen Ring Farseer. Ja, inderdaad. Ja, hij heeft gewoon de Emperor nodig en dan is het spel aardig snel voorbij. Want dan heeft hij gewoon echt met de dubbel Fireball, Frostbolt, Iceland en de Plotmeester Thalmas echt een ontzettend hoog aantal schadepunten. Wat zal het zijn? Dat is 6, 7 is 19 plus 4 is 23 damage. Als hij de Emperor hier krijgt. Dus ja, dat... Dat is bijna niet te healen voor Eindbaas. Oh, ik kies ervoor om de load-up te healen. Wow, dat is vrij apart. Hij heeft geen extra... Ja, hij heeft hier de Blizzard Doomsayer. Wat kan hier Eindbaas doen? Volgende beurt. Ik denk dat hij toch moet gaan tellen hoeveel damage Mate kan doen in één beurt. Het is op dit moment 17, geloof ik, in één beurt. Dat had ik net uitgerekend. Met Fireball, Frostbolt, Ice Lance, oh nee, 16 en Ping. Okay. Ja, 17 damage kan hij doen. En ik denk dat Eindbaas dat weet, want hij heeft ook niet meer getapt sinds hij op 19 staat. Dus ik denk dat hij goed in zijn achterhoofd heeft hoeveel damage Mate in één beurt kan doen. Ja, meestal rond die 20 HP wil je niet te veel, wil je niet lager gaan dan... Ik denk soms dan 21 wil je niet echt lager gaan. Zeker als een Emperor turn geweest is, dan wil je nooit... Ja, na de Emperor weet je inderdaad helemaal niet meer hoeveel damage je kan krijgen. Want je weet natuurlijk niet welke kaarten geëmperd zijn. En de tweede ice zou heel erg belangrijk zijn voor Mate. Maar voor zoals het er nu uitziet, ziet het er heel erg goed uit voor Mate. Want eigenlijk, hij heeft alleen de Emperor nog nodig en is het eigenlijk al voorbij. Zit hem op 18 hier? Ja, misschien zien we toch een heal. Ja, hij probeert denk ik toch die heal te beten hier. En de Doomsayer is ook ontzettend goed, want nu kan hij... Ja. Ja, hij kan niet healen en uiteraard, de Doomsayer kleren. Dat is ontzettend sterk gespeeld van Mate. Hij weet natuurlijk ook wat voor kaarten er in Rhinolock zitten en wat de mogelijkheden zijn daarvan. En hoeveel mana die kaarten kosten. Dus hij waarschijnlijk voor zichzelf... berekend van, ja, wat kan Eindbaas doen volgende beurt? Kan die healen en de Doomsayer kleren? Of kan die alleen healen en zijn bord kwijtraken?
even kijken. Eindbaas ontzettend. Wat zou jij hier doen als je eindbaas was? Zou je een heel spelen? Ja, ik denk het niet. Als je goed gerekend hebt, weet je dat, dat meters inderdaad maar 17 damage kan doen. Zou je hier gewoon de Arcane Golem kunnen spelen? Met de Power of Overwhelming en de Doomsayer kleren. Hij raakt het volledige bord kwijt. Geeft meter kans om een leeg bord de Alexstrasza te spelen. Bam. En er zit ook geen PGH in hand. Nee, hij heeft geen PGH. En dus als hij hier Rhino speelt, dan krijgt hij alsnog een klap van 8 op zijn gezicht. Dus nee, ik kan Arcane Golem Power Overwhelming spelen. Oh ja, ja, ja. Dat om te clearen, maar... Ja, precies. Maar dus, ja, dan... Het is niet echt super. Ja, hou er wel rekening mee dat de eindbaas wel voorloopt op de fatigue. Dus Mate gaat eerder in fatigue. Ja. En dat is wel gunstig voor eindbaas. Dat is ook inderdaad in dit soort matchup heel erg belangrijk om in de gaten te houden. Dat je niet elke beurt gaat tappen, zodat je 3 kaarten achterloopt in fatigue. En als het dan uiteindelijk in fatigue loopt, dat je eerst verliest. Omdat je meer damage per beurt krijgt uiteindelijk. De Reno Warlock, als hij natuurlijk die Arcane Golem gebruikt, heeft niet onmiddellijk een manier om mee te laten sterven van fatigue. Door hem op bijvoorbeeld 2 HP te plaatsen en dan de fatigue gewoon te laten tikken. Gaat hij voor de Grand Siphon Soul. Oh, dit zit hem op 18 HP. Ja, eindbaas weet volgens mij ontzettend goed. En daar is de Emperor. Dit had Meet graag enkele turns eerder. Kregen, maar uiteindelijk is hij hier. Ja, en, heeft hij al Antinanis gespeeld? Nee toch? Nee. Oh, dus dit zal superveel fireballs ook genereren. De Frostballs en Islands. Ja, en Mate laat hier de Bram Bronzebeard gewoon liggen, want de Hubot is natuurlijk al gespeeld. Dus daar is hij niet meer bang voor dat gespeeld wordt. Kan hij een gigantische Twilight Drake maken? Hè? Ja, hij kan ook voor Reno gaan, voor 2 keer volledig healen naar vol HP. krijgt hij dan 60 HP of houdt hij gewoon 30? Ja, die 30 HP krijg je extra armor. Ja, het is natuurlijk wel Rhino Jackson, de meest overpowered kaart op het moment. So many possibilities. En ik vind 60 HP ook wel een mooi aantal. Laten we kijken wat hier nu gaat gebeuren. Eindbaas heeft... Je moet sowieso die Emperor clearen. There's no way. Hij moet misschien een Hellfire en dan Rhino Jackson? Ja, Hellfire Rhino, dat is eigenlijk de enige. Gonna be rich. Ze heeft ook nog een extra barrier. Ja. Maar hoe meet geeft nu wel maar... 23 had ik uitgerekend. Oeh, en daar komt nog een Ice Lance erbij. 23. Plus 5. Ja, is 2 damage er vanaf. Ja, ik zou hier gewoon de Pyroblast op de face spelen. Want je hebt de Healbot gezien, je hebt de Reno gezien. Ja. En de Irvin heb je ook al gezien. Ja, je hebt natuurlijk de Joe. Ja, als hij Jiraxxus speelt, dan. Ja, is hij ook dood. Dan is hij ook dood, hè? Ja. Fireblast in face. Ja, de low tap is ook weg. De low tap is weg. Okay. Is er überhaupt een manier voor eindbaas dat hij dit. Ja, hij kan hier Dark Peddler in Voodoo Doctor. Oh, dat is niet echt. Never lucky baby safe. Rage. Misschien zal die Shieldbearer hem wel redden. Good old Shieldbearer. Ja, de Mortal Coil is natuurlijk een fantastische pick-up hier. Hij heeft ongeveer 0 targets om die op te spelen. Oh, hij heeft zo'n abusive. Ja. Ik denk dat eindbaas nu al door heeft. Dat dit afgelopen is. Ja, inderdaad. En ik heb weer een bug. Ik heb wel 2 mooi getownde minions, maar geen arts op het veld. Dus, misschien is er iets missen met... Ja, en daar gaan we de fireball. De Fiesta kan beginnen. 2 fireballs, 1 frostbolt en 2 ice lances. Voor de middag lethal damage. Ja, dit zijn aardige wat schadepunten op het gezicht van eindbaas. En dit brengt de score op 1-1. Ik zie twee one-sided matchups. Control Warrior en de... Ja, precies. Freeze versus Reno. Ja, het zijn inderdaad matchups die 9 van de 10 keer altijd dezelfde kant opvallen. Wel vaak zo toch met Freeze match, dat ze one-sided zijn. Ja, klopt. Ja, je hebt inderdaad goede matchups, slechte matchups. En bij Freeze match is dat nog extra erg. Omdat je hebt 1 manier eigenlijk maar om te winnen en dat is iemand neerburnen. En een deck kan er wat aan doen of het kan er niks aan doen.
Ja, dat is het eigenlijk. En het is niet zo van dat je door, door board control... Wel, ik heb het wel gezien met dan meer met Reno match. Ja. Reno freeze match. Waarbij de Reno echt zal helpen om damage te doen. Klopt, ja. Cool. Reno is natuurlijk ontzettend sterke minion. Voor 6 mana en 4-6 body is eigenlijk ontzettend sterk. En ook nog met ontzettend sterke battle card. En wat zien we hier? We zien Mate met de Reno lock tegen eindbaas met de Secret Paladin. Met ook een Repentance in, zijn Secret Paladin. Ja, inderdaad. Ja, dat kan ontzettend belangrijk zijn voor de beurt 4 Twilight Drake. Maar ik kan hem ook gewoon wegmulliganen, want je hebt hem eigenlijk liever uit je challenger. Je hebt Secret Keeper, maar het is niet echt super om te keepen. Zeker omdat je weet dat Dark Peddler op 2 kan komen, Zombie Chow op 1. Ja. En, ja. En het kan eventueel ook nog een Abuse of een AO gespeeld worden. Wat vind jij van deze kaart? Want Jack zei mij dat Repentance eigenlijk een supergoeie kaart is. Want je krijgt hier ongeveer 60% van de matches gewoon for free. Van de Mysterious Challenger. Ja, klopt, ja. Ja, en wat het ontzettend goed maakt is, je hebt eigenlijk altijd wel een wapen, ofwel een Master of Battle, of een 1-1 van je hero power. Dus je hebt ook altijd wat om die 1-1 minion te clearen. En wat ook is, als je challenges speelt en je hebt Repentance, ze kunnen nooit de beurt daarna Dr. Boom spelen. Omdat inderdaad die in de Repentance gespeeld gaat worden. Dus ja, dat is ontzettend awkward altijd. We hebben het vrij regelmatig gehad inderdaad dat de tegenstander challenges speelde voor 5 secrets en dat ik daarna geen Dr. Boom kon doen door de repentance. En ik zie inderdaad 3 secrets in de hand van eindbaas. Dit zal een huge secret keeper worden. Ja, inderdaad. Maar ja, is dat eigenlijk wat je wil? Waarschijnlijk niet, want Redemption, Competitive Spirits, Repentance zijn allemaal... Misschien eventueel tweede Redemption hier kan inzetten, maar het zijn allemaal kaarten die je normaal wil krijgen van Mr. Challenger en niet gewoon... je wilt die niet spelen voor mana kost. Nee, je speelt liever de Shield Minibot. Ja, zeker weten. Ja, maar houden we wel rekening. Mate heeft op dit moment eigenlijk helemaal niks in zijn hand om met een grote minion te dealen. Hij heeft natuurlijk zelf alleen maar minions in zijn hand. De Implosion is maximaal 4 damage. Ja, en de Twisting Nether, ja, dat duurt nog een half uur voordat hij gespeeld kan worden. Ja, is in de Endgang. Ja, de Endgang was dus natuurlijk ontzettend sterk tegen de Paladin, omdat je die lekker in de 1-1's kan trainen. Noble Psych, Avenge, Competitive Spirits lijkt me hier wel super sterk. Ja, je hebt inderdaad eigenlijk al een turn 3 challenger op het bord. Nou ja, ik denk dat als je die 3 secrets speelt, dat dan is de Secret Keeper 5-6. En je hebt alle secrets die je van de secret van de challenger hebt. Dus gewoon turn 3 challenger. GG Paladin. De BGH kan natuurlijk de BGH draaien en de Avenge kan hitten op de Secret Keeper als jij al de secrets speelt. Ja, maar er is wel een regel in Hearthstone dat als je dat wil, dat dat nooit gebeurt. Wel, ik heb zo het gevoel dat Avenge altijd landt op de Secret Keeper. Iets anders. Gewoon bijna altijd landt op de Secret Keeper. Of op de Mysterious Challenger, wil ik zeggen. Maar. Ja, gaat goed dit, ja. Ja. En wat zou je hier doen? Ja, je kan hier ook... Ik denk dat je hier Implosion speelt, toch? Ja, maar op de 3-4 of op de 1-1? Ik denk dat je eerst attackt. Als de Avenge op de... Maar heeft hij wel Avenge liggen? Hij heeft helemaal geen Avenge trouwens. Je denkt natuurlijk dat jij op Noble Sacrifice Avenge staat. Ja, precies. Dus... Maar het is inderdaad de Redemption. Ja, en nu heeft hij natuurlijk... nu heeft hij 3... Weet je, het is geen Noble Sack, het is geen Avenge. Het kan eventueel Repentant zijn ook, maar... Ja, dus hij moet nu nadenken, ja... Dus jij weet dat het ofwel Repentant is of Competitive Spirit. Ja, precies. Nou, en ik denk dat hij er wel vanuit gaat dat het Competitive is. Helemaal omdat hij natuurlijk voor nog een extra hero power gebeurt hiervoor. Dus op zich, de Implosion spelen op een 1-1 is eigenlijk helemaal niet zo heel slecht hier. Nee. Of ga je gewoon balls deep en voor de 4 hit op de Secret Keeper. Implosion always hits too, right? Bijna. Is het gemiddelde, dat is altijd goed. Het is wel de safe choice natuurlijk, want met die competitive spirit kan de Secret Keeper gewoon teruggebufft worden. En ja, daarom. Wauw, die Consecration ziet er behoorlijk goed uit. Oh, sorry. Even kijken. Ja, ik kan natuurlijk eerst de Imp Gangboss aanvallen met de Secret Keeper en dan de Consecration speler, zodat je inderdaad het hele bord cleart. In plaats van dat je nu Concept doet. Dat
ziet er ontzettend goed uit voor Eindbaas. Maar ja, hou er wel rekening mee. Als dit wordt gekleed, inderdaad, dan heeft Eindbaas geen man. Nee, en de volgende beurt heeft Eindbaas eigenlijk een ontzettend slechte hand. Hij heeft natuurlijk de drie secrets. Hij heeft de... Super goede draw. De Molten Giant en de Reno. Ja, inderdaad. De swing turn. Als Mate zometeen op wat laag HP komt te staan op beurt 6, of zelfs onder de 10 HP, kan hij en de Molten Giant en de Reno spelen. Ik denk dat hij dat Eindbaas gewoon ingaat hier. Dat hij gewoon, zeker met deze hunter. Ja, ik denk inderdaad dat hij hier gewoon vol smork moet gaan. En dat gaat nu ontzettend gepunished worden. Dit gaat pijn in. Ja. Dit gaat super veel pijn in. Dit is eigenlijk wat Reno Lock het beste doet. Oh, je kan natuurlijk hiervoor een Shadow Flame hebben. Ja, ik kan hem inderdaad voor het Molten Giant Shadow Flame en dan gaan. Gewoon de volgende turn Reno Jackson spelen. Ja, klopt. Maar ik denk dat hij meta op gaat zitten wachten. Ik kan natuurlijk ook nog altijd volgende beurt de Shadow Flame doen. Maar Shadow Flame was nog niet zo heel erg sterk, want er kon natuurlijk altijd nog een minion uit die shredder komen. Dat was een mooi geluid. Ja, inderdaad. Mooi deadje. Nieuw geluid voor Reno Jackson. Nieuwe animation. Ja, dit is denk ik toch wel een van de allersterkste secret keepers die ik ooit gezien heb. Wauw. 1 mana, 7-6. Nu gewoon nog een sniper zombietje. Nooit lucky. Never lucky, boys. En hij heeft wel de Tyrion gepakt. Ja, dat maar... volgende turn? Ja, ik denk dat je hier toch wel gewoon face moet gaan. Je kan spelen rond de Shadow Flame. Ja, dat klopt. Maar dan moet je 2 minions sacrificen. Mm. Nee. Je kan bijna niet spelen rond de Shadow Flame. Het is... Nee. Weet je wat het is? Je kan hier gaan traden, maar je hebt eigenlijk geen kaarten meer. Dus je gaat sowieso verliezen als je gaat traden. Dus de enige manier hoe je dit nog eigenlijk kan winnen is gewoon om lekker op die face te gaan aanvallen. En dit vind ik dan wel een hele aparte play dat hij dat met Shredder doet. En niet met zijn 1-1. Want nu mist hij 4 damage. Nee, want 1-1 had hij waarschijnlijk net gemaakt. Zijn play was... Oh. Ja, die 1-1 had hij net gemaakt. Hij krijgt de tweede Joker. Oké. Okay. Wow. Ja, en hij heeft ook nog eens de BGH getopdekt. Hij kan kiezen. Dit spel is echt ongeveer. Om gewoon de BGH te Shadow Flamen zelfs. Oh, hij gaat... Of om dit te Shadow Flamen. Het ziet er niet goed uit voor Eindbaas. Zo blijft hij achteruit op het veld. Nu heeft... Oh, zo! Wow. Wordt zo snel gespeeld. Het is ongelofelijk. Challenger into Tyrion. Dat is eigenlijk wat je wilt. Maar ja, hij kan natuurlijk gewoon hier weer aanvallen. De Avenge prokt op de Challenger. Ja, en dan heeft hij natuurlijk de Almighty Big Game Hunter. Yep. En dan wordt het wel echt een ongeveer heel... Weer een antwoord op alles. Kijk, Avenge. No, de Brewmaster. Wauw. Dat is wel een hele unieke kaart. En, ja. Kan hij ook de BJ's weer mee terughalen. Wel een leuke tech. Ja, maar ja, wat is eigenlijk iets wat je wil? UFO Brewmaster. De Reno. Anti-Killbot. Reno. Marcus. Dat is gewoon een trade. Zo, Molten Giant, traden. En dan wel terug spelen. Klopt, ja. Hier terug een tweede Big Game Hunter krijgen is ook niet zo. Ja. En hier komt de Tyrion natuurlijk op beurt 8. En dit vind ik toch wel een van de mooiste kaarten uit het spel. Ontzettend sterk. Wordt altijd gesigned. Ja. Kan je hier niet voor een Sylvanas play gaan? Ja, ik denk het ook. Ik kan hier gewoon Sylvanas Bastel spelen. Ja, toch? Super sterk. Oh wow. Step into Siphon Soul. Oké. Okay. Is dit beter dan? Ja, sowieso. Want je hebt geen manier om de Sylvanas dood te krijgen. Dus anders wil je de Tyrion natuurlijk gewoon in de Molten Giant treden. Ja, dat is eigenlijk niet zo. Oké, zo blijft je Molten Giant leden. Zet je ook Lethal op de volgende victory. En de victory is yours for Mate. En het maakt het 2-1. Ja. Eindbaas gaat lekker. Dus 2 en achter gaat lekker. Wat is ik bedoel natuurlijk meet. Ja. Wauw, dus het zijn lange dagen en korte nachten hier. Ja, inderdaad. Ja. En veel pintjes. Dat ook wel, ja. Natuurlijk.
mogen wij niet doorvertellen natuurlijk, want wij zijn natuurlijk hele serieuze hardspelers. Super. Ja. De een wat meer serieus dan de ander. Eén van ons tweeën nog natuurlijk. Ja, precies. Het is wel inderdaad op zo'n LAN-event. De gezelligheid die hier heerst op dit event is fantastisch. Alle spelers bij elkaar. En helemaal omdat we natuurlijk ook al meerdere toernooien en LAN-events samen hebben meegemaakt. Dus dan wordt het alleen maar steeds gezelliger. Ja, er is niet echt iemand van de Hearthstone scene die zo echt annoying is of zo. Een air heeft of een soort van attitude heeft. Dat is ook wel cool. Ja. Vaak bij andere games heb je dat soms. Dat komt denk ik ook wel een beetje omdat bij Hearthstone is het niet zo dat altijd de beste speler wint. Inderdaad. Dus iedereen kan van iedereen winnen. Het is niet zo dat je kan zeggen ik ben de beste en kijk mij want ik win alles. Zo werkt het gewoon niet. En dat houdt het ook wel leuk. Het is altijd gezellig en het maakt ook dat niet wel uit als je een keer een potje verliest. Want we weten dat het Hearthstone is. Well, we hebben natuurlijk ook wel gezien in de group stage. Heel veel goede spelers die hier eigenlijk uitgespeeld zijn. Ja, dat klopt zeker. Ze hadden natuurlijk ook wel een vrij interessant format geïntroduceerd. Het beste of three is inderdaad natuurlijk altijd een beetje. En Mate pakt hier de tweede Night Juggler. Oké. Ik denk dat je hier gewoon face gaat inderdaad. Laat hem die L maar in die Night Juggler treden. En hij pakt. Nou, beide spelers verkiezen toch de Winolog over de Zoo Warlock. Ja, ik denk toch dat in deze meta zoekt toch wel een van de sterkere picks is, omdat het natuurlijk de Druid, de Paladin, gewoon countert. En dat zijn toch wat eigenlijk de twee meest gespeelde decks op het moment. Hier gaat hij voor de Cockhammer clear op de intangles en dat is natuurlijk ontzettend sterk. Als je de mini-bot Cockhammer kan gebruiken. Make it op zich wel een heel sterke curve. De Knife Juggler, mini-bot, Druid Saddler als er iets outside komt. Load up follow-up. Ziet er goed uit. Oh. Swamp Ooze op de Cockhammer. Wel op zich niet slecht hier. Ja, wat ga je hier doen? Ik denk dat je hier gewoon voor Knife Juggler mini-bot gaat. Ja. En zien hoe skilled Mate is. Ja. Nou, toch wel een behoorlijk skilled speler kunnen we zien. En dit is ook de reden waarom Lowland Lions uiteindelijk ongeveer een jaar geleden bij Lowland Lions gehaald heeft. Door die fantastische Night Jugglers die hij altijd kan hitten. Ja, er werd hier goed gejuicht. Ja, inderdaad. Iedereen juicht voor de heel van Eindbas. Ja. Dat is ook wel. Ja, het was natuurlijk ook wel een play die niemand had voorzien. Vrij interessant. Ja, inderdaad. Ja, laten we even kijken wat er nu gaat gebeuren. Ja, Mate heeft twee keuzes. Hij kan hier voor een True Silver met een Secret gaan. Maar hij kan natuurlijk de Lower Tap spelen. Maar ja, de Lower Tap is eigenlijk ook een kaart die je de game uiteindelijk wint. Als je een full board hebt. En dan de lower tap spelen, zodat hij geen board clear kan spelen. Wint je vaak de game tegen Rhinolock. Ik had hier niet de low tap gezien, eerlijk gezegd. Ja. Dat je zo damage pusht. Ja, misschien wel. Maar ja, turn 6 is natuurlijk wel gewoon een minion turn. Oh. Het is wel de emperor turn, dus op zich low tap was best sterk, omdat het natuurlijk de emperor contest. In de tap van eindbaas. Oeh, en daar is de emperor. Eigenlijk net te laat. Dat had hij niet slecht. Mate heeft niet zo'n super curve. Nee, precies. Ja, Mate is een beetje out of steam aan het raken. Maar is low tip heeft hij echt een mysterious challenger, een boom. Of Ja, inderdaad. Hij heeft één van zijn vier power picks nodig. De twee challengers, de Tyrion en de Dr. Wel vaker zo, als je de mysterious challenger draait, dan increase je de kans om de boom en de Tyrion en zo te draaien. Dus heb je creëer een soort van snowball effect, doordat al die crappy secrets gewoon weg zijn. Ja, dat is inderdaad ook wat de challenge inderdaad. Oh. Dat de challenger zo sterk maakt, dat het inderdaad ook gewoon 5 kaarten uit je deck haalt, waardoor je inderdaad veel sneller bij je kaarten zit die je wilt vangen. Dat doet natuurlijk heel veel voor eindbaas. Mate heeft natuurlijk maar 1 kaart in hand. Zou Mate die Fine Favor spelen? Oh. En kiest hij niet om de low tap te clearen, waardoor hij een Shadowflame target heeft. Ja, ik denk dat dat wel een kleine misplay van Mate is. Je weet dat Rhinolock hier altijd Shadowflame speelt. En eens even kijken, Noble Sack. Ja, hij houdt natuurlijk wel de 1-1's en de Avenged 1-1 over.
Het kan natuurlijk altijd lang op de Ik denk niet dat de F1's prokken eigenlijk. Oh jawel, want hij gaat op de Nobles sec. Maar de Creeper was na de Avenge gespeeld. Dus dan gaat eerst Avenge, maar die prokt niet omdat het poort leeg is. En dan gaat de hand Creeper Death Rattle pas. Maar het gaat nu niet op, want hij had Nobles sec Avenge. Het is de eerste kaart die gespeeld wordt, prokt als eerst, geloof ik. True X is ook. Daar is de Shadow Flare. Ik kan terug op het bord. Oh, Mr. Chandler is een super goede pick-up hier. Ontzettend sterk gespeeld van Mate en fantastische play. Hij pakt hier de challenge op en speelt er nog 5 secrets. Wauw, de volle 5. Dit is inderdaad. Dit is een extreme powerful turn-on. Ja, we zijn al inderdaad 1,5 maand verder dan kerst. Maar de kerstbomen zijn nog niet verdwenen uit het land. Nee. Je ziet ze ook nog een beetje op de achtergrond. Ja, precies. Zo links, rechts. Ja, ik hoorde wel dat Mate inderdaad de afgelopen tijd heel erg hard geoefend heeft op de Challenger play. Maar hij krijgt ze niet op turn 6, maar wel wanneer hij ze nodig heeft. Klopt, ja, hij speelt de deck sinds kort en hij is nog niet de volledig geoefend Challenger speler. Hmm. Dus ja, je ziet de 2 beurten te laat en daar is de pushing en dat is op zich wel heel erg sterk. Want ja, de Redemption en de Avenge proc nog. En dat, ja, dat is op zich, is dat logisch? Ja, toch? Ik weet het niet, ik vind het wel Redemption komt in play, dan komt Avenger play. Ja, dus Crown toch tegelijk. Oh, en daar is Mates Dr. Boom en nog een fantastische play van Mate weer. Ja, Mate heeft... Ja, op zich heeft Mate niet meer zoveel slechte draws left. Ik heb een tweede Mysterious Challenger en een... Eindbaas is hier toch wel aardig hard de pineut. Hij heeft wel de BGH in hand, dus hij kan dat de boom kleren. Hij heeft wat dan ook. Er zit er alsnog 8 damage op board. Kijk, er ligt nog een Noble Sack. Ja, er ligt ook nog een Noble Sack, dus hij kan ook niet de... Dit ziet er wel heel vervelend uit voor Eindbaas. Hij kan tappen voor Reno. Ja, dat is eigenlijk zijn enige out hier. Tappen voor Reno, eventueel een beltje. Kan je hem ook redden? Ja, het Belcher gaat hem niet redden, denk ik. Want hij kan gewoon zijn 5-4 in de Belcher. Oké. Gefeliciteerd, mate. Hij heeft 3-1 gewonnen.